Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag de nachtdienst zien. Ik had de motor, pak je al aan. Ik ga straks even naar de briefing om te horen welke bijzonderheden er gebeurd zijn. Het was volgens mij vrij rustig. Het is ook een nieuwe maandagavond, dus we gaan de maandag tot dinsdag nacht in. Het is relatief rustig, maar je weet het nooit. Dus ik ga de motor pakken naar de briefing en we gaan het allemaal weer beleven. Nou, leuk dat je weer kijkt. Ja, we beginnen even met de eerste melding. Zou mogelijk wat oplichters aan de deur zijn geweest. Er was hier een bewoner die een tv te koop had aangeboden op het internet. Alleen de twee heren die hem op kwamen halen zijn er vandoor gegaan zonder te betalen. Dus ik ga het verhaal aan horen en kijken wat we hier verder in kunnen doen. Nou, het verhaal bij de melder heeft aangehoord en inmiddels ook de aangifte van diefstal zeker verduistering opgenomen. Bleek dat ze inderdaad via Marktplaats een advertentie hadden neergezet van de tv. Nou, de kopers kwamen langs en lieten via een app zien dat ze geld hadden overgemaakt. Nou, uiteindelijk zijn ze met de tv weggegaan. Later blijkt bij controle dat het een nep-app was en een nep-overschriften. Dus nou, je raadt het al, er is nooit geld overgemaakt. Dus we hebben nog even een zoektocht gedaan in de omgeving. Nou, de heren helaas niet meer aangetroffen. Wel een aangifte opgenomen en dan gaan we dat toesturen aan de recherche, misschien een digitale recherche. Dat is ook weer een goede tip. Check het altijd en misschien ook liefst gewoon contant aan de deur als je al op Marktplaats betalingen doet. Of weet je er zeker van dat het overgemaakt is. Nou, het was nog vrij rustig buiten, dus we hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om die aangifte er even in te zetten in het systeem. Een aantal dingen moeten uitprinten, nou, alles even goed op papier zetten. Gelijk even de recherche in kennis gesteld, dat ze morgenochtend nog even een buurtonderzoek kunnen doen. En mogelijk dat er beelden van de omgeving zijn. Want ja, er zijn toch een aantal heren met een tv onder de armen weggelopen. Wie weet treffen we nog wat. Gaan we nu weer door richting de buiten, kijken wat de nacht nog verder oplevert. Ja, waar gaan we op het moment naar Almere? 01 MD 23, 01. Geef het. En voor de BG-camera toezicht. Ze zouden op de brug staan tussen de Jumbo. Nou, krijgen we gelijk een prio 1 melding. Zou een vechtpartij gaande zijn tussen twee mannen. Eén persoon ligt op de grond en die zou finaal in elkaar worden getrapt. Op zijn hoofd en getrapt worden en geslagen. Dus er gaan meerdere eenheden onderweg. Maar het heet te verplaatsen. Ja, waarschijnlijk hebben we een tweede verdachte en die loopt nu bij het station 2312. Ik wilde u richting station gaan zeiden bij de fietsenmaker dat ook een persoon met een donkere jas en een pet op. Petje op. De fietser. Petje op. Correct. Hoi, we gaan blijven staan. Handen uit zakken. Ja, we zo staan. 23-22. Nou, je bent niet de antwoorden verplicht. Was je net bij die vechtpartij daar? Vechtpartij? Dat is ontvangen. We zijn veilig voor de ambu 23-9. Ja. Ja, kan ik bevestiging krijgen dat deze meneer er wat mee te maken heeft? Ja, camera toezicht had hem in beeld. Ja,
dat is ontvangen 23.12. Dankjewel. Okay. Hey, het volgende is, er is juist een zware mishandeling geweest. Vandaar dat even dingen... Zware mishandeling? Laat me even uitspreken. Er is daar een zware mishandeling geweest. En waarschijnlijk kwam u precies uit dezelfde richting rennen. Heeft kamertoezicht dat opgepikt. Vandaar dat u even controleren. Maar u heeft verder niks mee te maken. Ja. Dus dank u wel voor de medewerking. Ja? Oké, dank u wel. Dat is wel een bekende goos trouwens, hè? Moet je anders een Touran hebben of geen Polo? Ja, ja, kom maar. Ja, natuurlijk. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once. Nou, ik heel even in de dienstauto. Ik heb zojuist de getuige naar huis gebracht. In ieder geval, die was getuige van een zware mishandeling waar we net te plaatsen waren met een aantal collega's. In ieder geval, één verdachte is aangehouden en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Die is tot twee keer toe bewusteloos geslagen. Die is op zijn gezicht gestompt en getrapt toen hij op de grond lag. Dus we gaan hier voor een zware mishandeling misschien wel poging doodslag. Nou, er waren dus ook meerdere getuigen bij. Nou, die zijn even naar het bureau gebracht en we hebben nu de verklaringen van opgenomen. En collega's zijn nu ook bezig met de bevindingen en de aanhouding van de verdachte. En is dan op een later tijdstip, of als verdachte of slachtoffer uit het ziekenhuis is, zal er nog een aangifte worden opgenomen. Dus ik ga nu nog even binnen voor de rest van de administratie die ik moet wegwerken hier. Nou, we krijgen een melding dat er een grote groep personen op het plein zou staan. Die zouden mogelijk voor overlast veroorzaken, schreeuwen en dingen mogelijk vernielen. Nou, met een aantal collega's gaan we ter plaatse en rijden we op. Nou, eigenlijk bij het zien van de politie zien we dat de groep zich verplaatst aan de bushalte. En een aantal minuten later zal de hele groep zich ook verplaatsen. Ja. We kunnen verder ook geen overlast constateren of vernielingen, dus dat houdt verder op. Wel treffen nog twee heren aan die lopend met de scooter weggaan. Dus we besluiten die nog even te controleren, maar die is ook verder in orde. Nou, even ondersteunen bij een controle van collega's. Die zagen een voertuig rijden in een gebied van Almere Buiten waar de laatste tijd veel inbraken zijn. Dus daar hebben we wat extra toezicht. Nou, de collega's troffen dit voertuig aan. Richt hij? Nou, we krijgen het vermoeden dat de bestuurder mogelijk onder invloed is. Dus we laten blazen op de ademanalyse. Of het voorselectieapparaat in dit geval. Nou, daaruit komt in ieder geval ook dat de bestuurder mogelijk onder invloed is. Dus hij wordt aangehouden, moet mee naar het bureau voor de ademanalyse.
Nou, uiteindelijk controleren we verder ook nog wat gegevens op het kenteken. En dan willen we graag het personage van de bijrijder weten. Nou, die heeft in ieder geval geen legitimatie bij zich, dus die zoeken we op in het systeem. Ik heb helemaal de cent nodig, ik heb gewoon een papier. Blaas waarschijnlijk ook niet op papier. Hey, u had. Ik dacht maar mee. U had geen legitimatie bij u? Ik heb, nee, sorry, ik wou me niks bij me. Ik ben, wat is uw postcode waarin geschreven zat? Nee, u heeft niks verkeerd aan die zin en met hoor. Ja, mijn verleden misschien wel, maar ik bedoel, zo nu op een reden op aanhouding, zeg maar. Nou, uiteindelijk hebben we de personalia van de meneer gevonden. En met toestemming van de eigenaar besluit ook nog het voertuig even te controleren. We zijn even aan de rand van ons werkgebied bij Nobelhorst. Er zijn veel inbraken, dus we hebben daar wat extra toezicht. Of daar is juist dit voertuig aan dat hij reed. Dat kwam ook niet uit de buurt, dus vandaar uit de controle. Nou, twee heren, zoals ik al zei, die komen niet uit Almere vandaan. En ze waren ook beide onder invloed, waaronder ook de bestuurder. Nou, die is in ieder geval aangehouden, die gaat met het bureau voor een ademanalyse. Ja, de bijrijder was hier in de middle of nowhere. Dus de collega's brengen die even weer richting een bewoond gebied, zeg maar. En dan moet hij daar maar zijn weg naar huis zien te vinden. En de auto moet hij achterblijven, omdat beide heren niet kunnen rijden. Uiteindelijk besluiten ze nog een ander voertuig te controleren. Komt eigenlijk hetzelfde gebied als het voertuig dat we hiervoor gecontroleerd hebben. Het gebied met de vele inbraken. Nou, hiervoor ook even controle uit en laten de bestuurder ook blazen. Nou, in dit geval heeft de bestuurder niet gedronken, verder ook geen bijzonderheden. Nou, eigenlijk is het al bijna een goede morgen. Het is 5:15. De nachtdienst is bijna voorbij. We gaan nu nog even richting het adresje voor een aanhouding. Aanhouding buiten de hete daad. Dus gaan we rond 6:00 aan de bel om die persoon aan te houden in een lopend onderzoek. Dus we gaan die kant op. Nou, collega's zijn zojuist aan de voordeur van de woning en eenmaal binnen. We bewaken even de achterzijde en gaan even kijken of meneer thuis is om aangehouden te worden. Bijna 7:00, mijn nachtdienst zit erop. Ik heb de motor al opgeruimd, dus ik ga de ochtenddienst bijpraten. En ik ga het overnemen de richting huisjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Time.